De basisgedachte staat hier nu op het schoolbord. Dat is dit. Ja? Een voet, een schietconstructie en een speciale paraplupijl eigenlijk, zeg maar, die mogelijk de zaak afsluit. En ja, naar mijn idee is het wel mogelijk om, als je hem erin schiet en hij gaat open en je maakt er van die haakjes aan, van die weerhaakjes aan, dan kan hij niet meer terug. Op het schoolbord ziet het idee van Ad van Iersel er heel simpel uit. Een paraplu die in het gat wordt geschoten, openklapt en zo het gat dicht. De praktijk is alleen een stuk ingewikkelder. In het echt natuurlijk, kijk, als je praat over op 1000 meter diepte iets realiseren, ja, daar heb je een ingenieursbureau voor nodig, daar heb je specialisten voor nodig. Om in ieder geval dat plannetje wat ik daar dus nu rondom dat gat in de golf heb bedacht, om dat dicht te krijgen, daar heb je echt superspecialisten voor nodig. Het idee van Van Iersel met de naam Big Dart staat nu alleen nog maar op papier. Hij heeft zijn plan naar oliemaatschappij BP gemaild. Ja, het is natuurlijk sowieso een kwestie van afwachten, want men zeg maar, bereid is hier iets mee te gaan doen. Ja, dat is eigenlijk niet aan mij. Ik kan niet zeggen ik ga het morgen even bouwen of zo, want dat kan ik gewoon niet. Het zijn kansjes en ik zie die van mij ook niet als de oplossing, maar wel als een kans. Dus wie weet gaat het idee van deze Eindhovenaar uiteindelijk de wereld redden.